Halo Brox. Ya, halo Brox. Jadi balik lagi sama gue Herdian Sareza aka Rez. Di samping gue sudah ada Marcel. Halo Marcel. Jadi Marcel itu adalah mertua gue ya. Dan hari ini kita akan ngobrolin masalah pertanyaan yang kalian sering tanyain nih. Yang kenapa sih Bang, kok lu manggil mertua dengan nama nih? Makanya kita langsung tanya nih sama Marcel, menurut dia gimana gitu. Karena nggak mungkin gue langsung tiba-tiba manggil dia dengan nama doang gitu. Karena kita tahu orang Indonesia itu nggak sopan banget ya. Pandangkan bahwa Prato over sama the problem, need the problem for ya. Maitis meja frame in Indonesia that egg sama yai. Huan met enam rupa. Terus, wamil krah waita, hu denk ya Ervan sama enak. Who missing the culture here in Netherlands? Yeah. Sama met the yau skon orders of yau orders rupa sama, and then yang mahuan who thank you and what's your weight sama over this thing ya. Yeah. This okay. Yeah and this yeah is it a problem? Is it that? Yeah, is it a problem of nee, me here? Nee, problem dus niet. Het verschilt gewoon heel erg. Het is maar wat je gewend bent. Yeah. Sommige kinderen die zeggen bijvoorbeeld u tegen hun eigen vader en moeder. In alles. En dat was bij ons helemaal anders, want wij spraken ook nog dialect. Dus geen hoog Nederlands. En in het dialect is dat altijd ge en gij. Jullie. En dus het is weer heel anders. Dus voor mij als kind, ik was niet anders gewend dan ge en gij en jullie. Dus dat was voor mij heel raar om mijn eigen vader en moeder om dat je tegen te zeggen bijvoorbeeld. Dat was echt je. Dat was ge. Hè? Dus dat was heel vreemd. En ge, wat is dat? Ja, ge is gij. Van gij, dat ben jij dan. Jij. Oud-Nederlands. Oud-Nederlands dialect. Dialect. Dus dat was voor mij al heel erg vreemd. Dus dat soort dingen, dat doe je zoals je dat als heel klein kind gewend bent. En ge en gij was dat eigenlijk voor mij. En u was al helemaal gesproken van, dat vond ik heel raar. Yeah. Dus waar wij gewend waren, dus ik toen ik heel klein was, was het pap en mam. Pap en mam. Ons. En dan, dat is weer ook het dialect, ons pap en ons mam. Okay. Dus mijn vader, dat vond ik zo raar, dat kon ik niet uit mijn mond krijgen. Mm. Mijn vader of mijn moeder. Dat was ik niet gewend. Okay. Dus voor mij was dat van als kind af aan, als ik heel klein was, was het gewoon ons pap en ons man. Dat ons ervoor, dat is echt in deze streek. Dat doen ze alleen in het zuiden. Dat doen ze in het noorden helemaal niet. Oh, in het zuiden van Nederland? Ja, alleen in het zuiden van Nederland. En dat is maar zoals je geboren bent en vanaf die eerste jaren geleerd hebt, dat vind jij normaal, hè? Ja. En dan is al die andere dingen die zijn raar. Nou. Maar en daarna, je roept wel jouw ouders soms met naam of niet? Is het beleefd of onbeleefd toen? Toen vroeger was ze eigenlijk gewoon niemand dan. Nee, er was altijd ons vader, pap, of vader of moeder of u of ons pap, ons ma. Maar nooit, er was in mijn geval een kor of niet. Nee, geen sprake van. Dat zou ook heel raar zijn. Dus voor, Want ik zie ook soms maar Brechtje of Stein of Jorg. Soms ook gewoon Marcel Mulder of gewoon Anita Smulder. Sama jullie gewoon naam met als jullie misschien een grapje maken. Ja, dat of denk zo. Ik, ja. Ja, soms ze gebruiken ook gewoon jouw naam. Is het een probleem? Nee, is geen probleem. Maar dat doen ze eigenlijk bijna nooit. Dat doen ze wel eens ooit en dan is het een soort grapje. Ja, grapje. Dus ik, als ze nou Brechtje bijvoorbeeld tegen mij zou zeggen Marcel, Stijn tegen mij, dan zou ik dat heel raar vinden. Dus niet goed of slecht, maar raar, niet gewend. Niet gewend. En wat ik ben gewend, pap en mam. Pap en mam. En dat vind ik dan, dat voel ik me prettig bij. Ja, precies. Oké, dat is oké. Nou, het probleem is, ik, als je schoon, zeg maar, niet jouw vader of moeder roepen, maar toch de naam. Hoe dan? Hoe denk je? Dan moet je gewoon u zeggen. Meneer. Meneer. Ja, Reza. Hoe dan? Hoe denk je? Ja, nou, dat vind ik Marcel het meest, mij het meest senang bij. Ja. Want papa, dat vind ik ben jouw papa niet. Ja, dat is of het, vader, ik ben jouw vader niet. Dus toen ik dus Anita leerde kennen en dus ook mijn schoonouders, dan was het hetzelfde. Dan vond ik me heel ongemakkelijk bij. Piet
Dus ik ging daar maar een beetje omheen, omdat dat niet hoefde. En daarna, toen wij kinderen kregen, toen was het weer makkelijk, want toen was opa en oma. Weet je niet? Okay. En dat vond ik makkelijk. Yeah. En dan gaan we naar opa toe. Dat was dus mijn schoonvader. Of naar oma. Oh, okay. Mijn schoonmoeder. Daar voelde ik me heel makkelijk mee. Maar voor mama zeggen tegen mijn schoonmoeder. Ja, dat... Nee. Dus je roept ook gewoon naam dan naar jouw schoonouders? Nee, ook niet. Ria vond ik ook niks. Dus nee. Ja, dan probeer er maar omheen te werken dat dat niet hoeft. Hoe dan? Hoe dan? Ja. Hoe heb jij gedaan dan? Hoe roep je ze met jouw schoonouders toen? Want, dus je probeert om niet de naam te zeggen, maar ook niet vader en moeder te zeggen. Precies. Ja, het is niet anders. Toen, hè? Maar toen. Zolang dat je weet, hoe dan met, misschien met jouw vrienden of zo, is het de schoonzoon ook zeggen of roep aan de andere schoonvader ook gewoon met de naam of soms? Dat is heel wisselend hoe anderen dat doen. En het heeft er wel mee te maken, dat is de gedachte die eronder zit. Op een gegeven moment kwam dat in de mode, dat je kinderen, zeg maar, als je gelijken op ging voelen. Ja, dat heb ik altijd een onzinnig idee gevonden, want ze zijn niet mijn gelijken, ze zijn mijn kinderen. En dat gaat niet over waarde, maar ik heb een vader-kindrelatie. Dat is niet zomaar een relatie. Ja. Dus ik heb dat altijd heel raar gevonden. Maar anderen die vonden dan dat het dan zo gelijk moest zijn, dat ze dus de namen gingen gebruiken. Je bent wel gelijkwaardig, daar gaat het mij niet om. Ja. Kinderen zijn gewoon in principe gewoon zelfstandig. Ja, die hebben een eigen leven, ook al zijn ze heel klein. En die hebben eigen mening. Maar ze zijn, ik ben gewoon de papa. Ja, de relatie is ook duidelijk. Jij bent voor de vader de papa. En zij zijn het kind. De kind, dat is het. Dus de meeste mensen, zeg maar, ze roepen gewoon de ouders ook gewoon met je papa en mama. Ik denk het heel veel wel, ja. Maar ja, dus of misschien. Papa, mama, vader, moeder, of pap, of mam, of... Dus je en jij wordt het tegengezegd. En in het dialect dus je en jij. Met G. Met een G, En dus, als het keurig netjes u. U. Dus echt een hele formele beleefdheid van u. U. Hebt u. Dat hebben we dus al helemaal nooit gedaan. Maar met ons, zoals ons voorbeeld, het is wel anders. Want ik ben jouw schoonzoon, zeg maar. Niet echt jouw zoon. Nee. Dus jij voelt ook raar als ik, zeg maar, jij papa. Ja, dat vind ik heel raar. Ja. Ja, maar dat zal misschien anderen in Nederland, ook nu, zullen dat misschien zich daar wel prettig bij voelen. Dat weet ik niet. Ja, dus dat is heel individueel. Individueel, oké. Ja, individueel en per regio per misschien. Regio's of per, per ja. Ja, wat voor provincie. Voor nestje uitkomt. Ja, precies. Dus in ons geval, dan vind ik gewoon Reza en Marcel. Ja, dan voel ik me prettig. Dus, prettig, is meer passen, maar een beetje niet raar. Okay. Nee. Dus dat is het, Brox. Jadi, is het. Itu jadi ya pertanyaannya. Justru kalau gue bilang papa sama Marcel atau ayah mertua atau apa itu tuh aneh gitu buat dia. Karena gue bukan anaknya gitu. Jadi gak mungkin bilang papa juga. Dan dari awal kita ketemu juga, kita udah kayak ngobrol dulu. Aduh, gue manggil dia siapa gitu kan. Kebere juga udah ngobrol. Dan memang di sini tuh kebanyakan kita manggil orang tua, apa namanya, mertua itu ya pakai nama. Karena hanya mertua relasinya tuh, bukan orang tua asli gitu. That is it, the vraag once is well anders in Indonesia. Natuurlijk, it is heel vreemd. Daarom ze willen graag weten. Waarom? Want in mijn vlog, de meeste tijd, ik roep jou gewoon met de naam. En voor hun het is heel bizar en heel vreemd. Daarom is het een cultuur of zo, maar het is wel een cultuur. Het is een Nederlandse cultuur. Gewoonte, Gewoonte, precies. En hij mag ook Tuan gaan zeggen. Tuan. Ik ken ook Tuan Marcel. Nee, Tuan. Gewoon alleen maar Tuan. Oh, alleen maar Tuan. Okay. Tuan Smulders. Meneer, Martio. Meneer. Misschien Tuan zeggen, boleh juga. Yeah. So, jadi itulah, Brox, pertanyaan kalian dijawab langsung sama Marcelnya. Karena ini banyak banget ditanyain sama kalian. So, Phil Manson, Will Crowen, Waiter, Darom. Mereka di video. Supaya kalian lebih tahu juga kenapa kok gue manggil Marcel itu dengan nama gitu, enggak dengan bapak gitu, karena ya itu dia sendiri sebenarnya yang mau, dan itu memang kultur di sini seperti itu. Tapi sekali lagi, ini dari daerah Marcel ya, di regio Marcel, dus niet alle Nederlands misschien zelf, maar jadi
bisa beda juga di beberapa regio lain. Gitu. Ini kita di regio Brabant. Brabant. So ya, jadi itu ya bro. Semoga pertanyaannya udah bisa terjawab. Dan ya, once again, thank you Marcel dan Joel. Kerahkan. You're welcome. Mr. Outlegen sama. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Oh ya, kerahkan. Kerahkan ya, sudah. So yeah, I think that's a wrap for today, bro. Jangan lupa kalau kalian suka videonya di like, terus komen juga menurut kalian gimana sih tentang kultur ini. Dan supaya kalian nggak ketinggalan video selanjutnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan kalau misalnya juga kalian ada pertanyaan yang ingin lagi dijawab sama orang Belanda, itu boleh tulis juga di komen. Nanti akan gue coba buatkan konsepnya dan gue akan buat lagi vlog-vlog seperti ini kalau misalnya suka ya. Makanya jangan lupa di share supaya gue semangat bikin vlog yang seperti ini lagi, oke? So, I think that's a wrap for today, Brox. Once again, thank you, Marcel. And see you next time in the next vlog, Brox. Doi-doi! Doi-doi! Bye-bye! Doi-bye!